Vanuit het Ondernemersplaza in Amersfoort is dit MKB in the Picture. Welkom bij MKB in the Picture. Het programma voor en door ondernemers van ZZP tot BV. En we hebben twee ondernemers aan tafel. Het gaat vandaag over pensioenen, over de pensioendriedaagse. Het leuke is, we hebben Bernd Damme, jong ondernemer en directeur van Belliano. Ik moet altijd even goed kijken, dat ik het ook goed, spreek het goed uit zo. Dat doe je perfect, Jacqueline. Goed zo, dankjewel. En Erik Groot, directeur van MicroLinks. Dus degene die aan de start staat van zijn ondernemerscarrière. Nou ja, voor mijn gevoel ben je al heel lang bezig. Zes jaar bezig, ja, waanzinnig. Maar dan gaan we zo vertellen. Het is op een schulp gebouwd, dus moet je naar. En in de hele mooie herfstdagen van het ondernemerschap. Die probeert te stoppen, ja. Ja, ja. Nou, Bernd, ik ben natuurlijk heel benieuwd. Je zegt, ik ben al 6 jaar bezig. En mag ik jouw leeftijd vragen? 22. 22. Nou, ja. Is dat niet cool? Ja. Wat deed jij op je 16e? Toch iets anders dan op mijn 16e was ik heel blij met mijn brommertje als velen. Wat leuk. Nee, die heb ik nooit gereden. Dus ja, dan kun je gelijk beginnen om je eigen bedrijf te investeren. Dat scheelt alweer 1500 gulden. Ja. Dat is tip 1. Maar goed, we gaan het hier hebben over pensioenen. Bernd, toen ik jou vroeg van, goh, wil je aan tafel komen om iets te vertellen over pensioenen? Wat schoot er toen als gedachte door jouw hoofd? Toen dacht ik, pensioenen? Nou ja, daar word ik niet dagelijks over ondervraagd. Maar het is wel een belangrijk onderdeel van ondernemerschap. Dus en zo'n vraag kun je natuurlijk niet weigeren. Maar je zegt belangrijk, dus met andere woorden, jij denkt daar al over na op je 22e? Nou, allereerst moet je dat doen. In totaal heb ik met mijn twee bedrijven 20 man personeel in dienst. Het zou een beetje raar zijn als ondernemer als je al niet over het pensioen van je werknemers nadenkt. Dat moet je allereerst goed regelen. En ten tweede moet je dat ook goed regelen voor jezelf. Nu is het zo dat je natuurlijk nog vrij jong bent, dus het is nog ver van mij af. Aan de andere kant wil ik graag natuurlijk ook vrij snel vrijheid hebben, financiële vrijheid. En heb ik niet zoveel behoefte om dat tot 65 te laten duren. Alhoewel ik wel denk dat ik niet zo snel echt achter de tralies ga kruipen. Dus jij hebt al een pensioenplan gemaakt? Zeker. En dat voer je ook al uit? Ja, en de pensioens-BV komt er nu aan, dus we zijn bezig. Dat klinkt heel goed. En als jij dan over je pensioengerechtigde leeftijd, maar ja, dan voor fictief als ondernemer zijn, wanneer zou jij dan willen stoppen? En hoe zie jij je dan? Dat is een goede vraag. Ik denk niet dat ik wil stoppen. Ik bedoel, kijk, als ik 2 dagen heel bestands lig, word ik ook wel heel onverschillig. Dat gaat niet werken. Maar ik hoop toch wel dat als ik de 40 ben gepasseerd, dat het niet meer hoeft. De 40 ben gepasseerd? Nou ja, eigenlijk hok ik op iets later. Had ik al met pensioen gemogen, volgens Bernd. Maar als je bedrijf verkoopt, Jacqueline, hoef je waarschijnlijk ook niet meer te werken. Dus, dan heb ik niks te doen. Nee, daarom. Dus het gaat om, aan de ene kant is het financieel de zaken goed regelen. En ook misschien, als je tussentijds overlijdt, de zaken goed regelen. En anderzijds is het natuurlijk, hoe ga je als ondernemer oud worden? Ja. En nu begeef jij je denk ik ook heel veel onder leeftijdsgenoten. En ook wel onder, er zijn ook ondernemers uiteraard onder. Hoe kijken jouw leeftijdsgenoten aan tegen pensioen? Nou, in het algemeen is dat een ver van een bedshow. Als je natuurlijk een werknemer bent, wordt het grotendeels voor je geregeld. Dan kun je daar natuurlijk zelf ook nog wat dingen in doen. Maar veel jonge ondernemers die zijn al heel blij als ze de eerste 1000 euro omzet hebben. En als dan de eerste 1 miljoen komt, dan denken ze, wow, dit is heel succesvol. Maar dan zijn ze er ook nog steeds niet mee bezig. Dus ik denk dat dat pas gaat spelen als je echt aan een gezin gaat beginnen. Als je veel meer verplichtingen krijgt en verantwoordelijkheden. Maar dat geldt niet voor jou. Dat je wake-up call hebt. Ja, jij bent er al mee begonnen. Maar wat maakt jou anders dat jij er nu al aan begonnen bent? Misschien ben ik een iets verstandiger ondernemer. Ik weet het niet. Ja. Ja, maar kan je dan niet een soort rolmodel voor jouw jonge collega ondernemers worden? Nou ja, de vraag is of je dat alleen op pensioenen moet zijn, maar dat gebeurt nu al een beetje. We hebben ook stichting natuurlijk opgezet om jonge ondernemers te stimuleren, dus dat gebeurt al om dat verhaal over de binnen te krijgen. Nou, dat is heel mooi. Ja, en aan tafel hebben we natuurlijk ook een doorgewinterd ondernemer. Heel leuk, Erik. Nogmaals van harte welkom. Hoe heb jij je pensioen geregeld? Ik ben gedeeltelijk al 6, 7 jaar geleden met pensioen gegaan. Al met pensioen gegaan? Ja. En nog wel ondernemer? En ruim een jaar nu AOW. Dus, en nog steeds ondernemer. Maar ik heb in de tijd zelf iets geregeld. En dat is als aanvulling geweest op pensioenbreuk bij bedrijven. Maar dat is, blijkt uiteindelijk toch nogal een fiasco te zijn. En dat valt onder de zogenaamde, ja, er zijn bedrijven die adverteren met een bepaald gevoel. En daar bleef dat is dus een hoekerpolis en daar blijft dus helemaal niets van over. Maar niets van over, hoeveel procent zeg maar, blijft nu over van wat je dacht dat je zou krijgen? Ik denk de opbrengst aan het uiteindelijk ongeveer 10% is van wat het had moeten zijn. Het beloofde land. En nu dan? Hoe ga jij dan nu voor je pensioen zorgen?
Ik heb gelukkig... ik ben niet mijn hele leven ondernemer geweest. Dus ik heb een aantal bedrijfspensioenen. Ja. En ik heb mijn AOW. En ik hoop uit de verkoop van mijn bedrijf ook nog... wat opbrengst. Ik begrijp dat je bedrijf te koop staat, hè? Bedrijf staat te koop, ja. Hoe gaat dat, de verkoop in deze tijd? Vrij moeizaam. Er zijn wat contacten en die ga ik nu na mijn vakantie ook weer opnemen. En er zijn twee mogelijke kandidaten, dus... Kun je in één zin, waarom zou iemand jouw bedrijf moeten kopen? Kan je een soort even een verkoopzinnetje? Ja, je zit nu toch aan tafel. Ja, we hebben nu toch even de tafel. Wat doet dat bedrijf? Dus, wie weet. Ja, het is een bedrijf wat heel veelzijdig is. Waar staat het voor, MicroLinks? Het staat voor draadloze verbindingsdingen zoals straalzenders. En in feite ben je als klein bedrijfje toch een beetje concurrent van bijvoorbeeld KPN. Maar het nadeel is wel bijvoorbeeld dat het echt in de beta-hoek zit. En je toch technisch goede achtergrond moet hebben om het te kunnen doen. Ja, ik las dat jullie de hele Waddenzee hebben bestraald, zeg maar. Ja. Ja, de Waddenzee heeft bij alle rederijen nu internet op de schepen. Ja. Nou, dus dat is toch mooi als je zo'n bedrijf hebt. Dus ik zou zeggen dat dat moet kunnen. Is wel leuk, ja. Maar ik vind het toch wel intrigerend. Een jong ondernemer die al goed nadenkt over pensioen. Stel nu, Erik, jij was ook al eerder begonnen met het ondernemerschap. Hoe ging dat in jouw tijd? Nou ja, ik heb er dus in de tijd ook al over nagedacht. En vandaar de fout die er in de tijd gemaakt is. Ja. Maar hè, met jou, je bent niet de enige. Nee. We hebben heel veel ondernemers. Ja. En wat doet dat met je op het moment dat je erachter komt van het gaat hem niet worden? Op dat moment ben ik eigenlijk gestopt bepaalde zaken uit de polis te halen. Zoals verzekeringen, want die brengen het uiteindelijke resultaat erg omlaag. En, ik ben uiteindelijk ook gestopt met het inleggen, omdat het toch geen enkel rendement had. En ja, mogelijk ben ik een van de aanstichters van de hele Woekerpolis-affaire geweest. En wat is nou je tip aan een ondernemer, zeg maar, die nog niet een goed pensioen heeft, maar die wel aan het begin staat van zijn ondernemerscarrière? Ja, het is natuurlijk niet het eerste ding wat belangrijk is, maar dan toch wel echt het tweede. Ja, het tweede ding. Maar hoe zou je het dan regelen? Welke vorm zou jij nu aanraden? Gewoon ouderwets sparen op de bank? Of, want ja, uiteindelijk, je hebt destijds ook vertrouwen gehad in die polis. Want zo werd het ook aangeraden. En vervolgens is het niet waargemaakt. We hebben allemaal geloofd dat we, zelfs als werknemer, een geweldige pensioen zouden hadden. Want zo was het altijd. Ja. Ja, het is niet meer zoals altijd. Nee, dat klopt. Maar in de tijd werd in de polis ook helemaal niet aangegeven wat voor soort polis het was. Het was een pensioenpolis. Dus je verwacht de tijd is al verbeterd. Het is een heel stuk verbeterd. Ja. En de Nederlandse Bond voor Pensioenverzekeraars kan daar goede informatie over geven nu. Ja. Maar allereerst is het denk ik heel moeilijk om te voorspellen wat natuurlijk het best gaat renderen. Buiten of voorwaarden wel of niet duidelijk zijn. Kijk, je kan het natuurlijk wel op een spaarrekening zetten, maar weet ook dat banken omvallen. Je kan het in een obligatie steken, maar dan valt een land om. Ja. Dus het is vrij lastig. Eigenlijk zijn we met z'n allen de toekomst aan het voorspellen. En dat gaat natuurlijk vrij goed als er heel veel deelnemers in de fonds zijn en weinig mensen uitputten. Ja, dan kun je meer risico lopen. Dus ja, misschien moeten we er ook maar op onszelf voorbereiden dat alles wat de generatie boven ons gewend is, misschien niet meer geldt voor de generatie die daarna komt. Dat het in ieder geval onzekerder is. Dat is niet fijn, maar dat is misschien wel een reële boodschap. Ik ga er ook niet vanuit dat ik 100% zeker weet wat ik ga krijgen. Ja. Misschien een idee dat we dat als ondernemers zelf gaan regelen onder elkaar. Want ik weet, we gaan straks nog een item behandelen. Dat gaat over crowdfunding. En dat vind ik ook wel heel spannend. Ja, dat je dus elkaar ook helpt aan het pensioen misschien. Weet je, een soort crowdpensioening of zo. Pensioning. Ja, eigenlijk is dat dus weer net zoals de opkomst van pensioenfonds. In plaats van dat je het voor jezelf regelt, appeltje voor de dorst, gaan we dat weer samen regelen. Ja. Dus er zijn natuurlijk veel vormen, die kun je natuurlijk bedenken om het minder risicovol te laten maken. Maar ja, uiteindelijk blijft het een risicovol product. Want anders dan ben je niks anders aan het doen dan geld sparen, feitelijk. En ja, daarmee wordt het toch lastig om met een behouden kleine premie om nog iets te krijgen. Ja, en stel nu dat al die plannen van jou, dat het toch niet gaat worden wat je voor de geest had. En ook jouw pensioen-BV, ja, om wat voor reden ook, is meegetrokken in het faillissement. Naar je worst case scenario. Hoe denk jij dat jij, wat ga je dan doen? Je bent ondernemer. Nou, allereerst is het vallen en opstaan. Ik bedoel, ik heb nog 45 jaar voordat mijn AOW-leeftijd, als die er dan al is,
gaat beginnen. En het tweede denk ik, nou ja goed, ik heb ook met minder kunnen leven. Dus ja, van AOW zou ik ook kunnen rondkomen, alleen het is niet optimaal. Dus uiteindelijk kan het, maar ik denk veel vallen opstaan. En het is vast niet het laatste bedrijf dat ik heb begonnen. Dus als ik het niet kan regelen op een jonge leeftijd, zal het daarna wel gebeuren. Dat is natuurlijk ook de veerkracht. Maar ja, kijk, nu heb je nog die veerkracht. Ja. Kijk, stel voor dat ik nu met dezelfde problematiek als deze meneer was geconfronteerd op dit moment, dan heb ik nog tientallen jaren om daar wat aan te doen en het weer op te bouwen. Als dat aan het eind van de termijn gebeurt, is het een stuk lastiger. Want dus hoe is dat met pensioen? Want we zeggen altijd van, nou, dan heb je wat minder geld nodig. Maar anderen zeggen, nee, dan ga ik juist heel veel reizen. Wat is jouw ervaring daarmee? Nou, minder nodig, dat kom je niet tegen, denk ik. Maar ja, ik heb beide. Ik heb de inkomsten van mijn bedrijf en ik heb mijn pensioen en mijn AOW. Dus wat dat betreft heb ik helemaal geen klagen. Dat zijn er al drie. Drie van de pijlers, hè? Ja. Van vijf, hè? Dus ja. En gewoon doorgaan met je bedrijf, als je huis vrij is, hè, dat je geen hypotheek meer hebt. Ik denk dat dat natuurlijk heel veel scheelt. En dat de meeste mensen die natuurlijk 65 plus grens passeren, hebben hun hypotheek vrij. Ja. Maar gewoon doorgaan met het bedrijf, dus is dat een optie? Nou ja, voorlopig ga ik door, want je moet wel en je hebt een aantal grote klanten die niet zonder je kunnen in feite. Maar zou je het nog 10 jaar willen doen? Aan de zijlijn zou ik het best 10 jaar willen doen, maar bepaalde andere dingen die een gegeven moment, die zou je niet meer kunnen, denk ik. Nee. Gewoon omdat het is ook wel of je het lichamelijk en geestelijk ook nog kunt opbrengen, lijkt mij. Ja, nou ja, geestelijk valt wel mee, maar blijft leuk. Ja, het is hartstikke leuk en het is, maar je doet veel dingen en het is ook veel werken op hoogte. Je komt op hoge gebouwen, je komt in masten, je komt op bergen en dat soort dingen. Dus ook als directeur nog? Ook als directeur nog, ja. Ja. Dan moet je heel veel van je vak houden. Ja, dat is wel mooi. Ja. Nou, het maakt het veel zeker. Wel uitdagend. Misschien een keer uitzending op locatie. Ja, dan gaan we een keertje op zo'n berg. Misschien wel aantrekkelijk. Ja. Goed, nou, ik denk dat we een hele mooie indruk hebben gekregen van pensioen. Hoe dat leeft op je 22e, hoe het kan leven. Want ik denk dat je toch wel, Bernd, een van de uitzonderingen bent. Ja, helaas wel, ja. Nou, ik denk dat je dat niet zo erg vindt. Maar ik wil je heel hartelijk danken. En Erik, ook heel veel succes. En ik hoop natuurlijk dat er snel een koper komt voor je bedrijf. En stel nu, want daar ben ik toch wel benieuwd bij. Stel, hij is er morgen. En wat ga je maandag dan doen? Stel, je bedrijf is verkocht. Wat ga je dan doen? Dan ben je nog minimaal een jaar of anderhalf jaar bezig om de mensen op het goede spoor te zetten. Het geeft wel rust, denk ik. Ja, maar en als dat klopt. Ja. Ja, maar ik vind het toch spannend. En dat loopt ook. Wat ga je daarna dan doen? Wat is nou jouw droom? Oh, ja. Ik heb hobby's genoeg. Hobby's genoeg? Dat, okay. Ja. Nee, ik... Je gaat het ondernemen niet heel erg missen dan, weet je? Nee, helemaal niet. Oh. Nee, want ik doe veel met antieke auto's en dat soort dingen. Dus, heel mooi. Leuke dingen in het leven. Oké, dank jullie wel.